De selectie van NAC Breda treft het bijzonder met het goede weer in Valencia. Een temperatuur van boven de 20 graden, veel zon en een mooi complex. Anthony Leurling had het gistermiddag iets anders. Langs allerlei rotzooi liep hij een amateurcomplex op in Os. Daar moest de achterblijver met het tweede van NAC Breda een oefenwedstrijd spelen. Waarom zit jij niet in Valencia? Ja, omdat ik sinds een jaar of zes, bijna zeven, vliegangst heb. En dat is van weinig of niet leuk naar zo erg geworden dat ik besloten heb drie jaar geleden om niet meer te vliegen. In Valencia willen enkele spelers van NAC Breda wel iets zeggen tegen hun achtergebleven teamgenoot. Goed hotel, goed weer, goed veld, lekker trainen, vanmiddag vrij. Ja, en prima vlucht. Ja, nou ja, die vlucht, dat gevoel is er, daarom sta ik hier. Kijk wat je allemaal moet missen, man. Kijk het veld, zwembadje, gewoon lekker warm. 30 graden buiten, heerlijk, man. Moet je allemaal missen. 30 graden moet je denk ik met korreltjes zout nemen, want we zitten in februari. Het water lekker is, als ik vanavond in bad ga liggen, dan is het water ook lekker. Terwijl zijn maatjes in Spanje nog maar eens een duik nemen in het zwembad, laat Anthony zien dat hij in vorm is. Met 2 assists en 2 goals is hij de man bij NAC Breda 2. Ten eerste hou ik niet zo van trainingskampen. Ik ben gewoon het liefst lekker thuis in je eigen bed, eigen eten. Geen paella denk ik vanavond hè, bij Huizen Leurling. Nee, vanavond heb ik gewoon een boerenkommetworst en daar ben ik meer van. NAC Breda 2 speelt uiteindelijk met 4-4 gelijk tegen FC Os 2. Deze kinderen vonden het niet erg dat Anthony Leurling in Os was en niet in Valencia. Zij hebben in ieder geval een tastbare herinnering. Ja, ik heb hem. Alsjeblieft, jongens. Dankjewel.